Yo, en welkom bij Nerdcultuur. Over de film Going in Style. Juist, met Morgan Freeman. En deze keer heb jij hem weer gezien. Ik heb hem gezien. Ik nog niet. Nee. Maar het is een film over oude mannen op avontuur. Over drie oude mannen die een bank gaan overvallen. Good old times. Want, wat is er gebeurd? Ze hebben geen geld meer. Het bedrijf waar ze voor werken is failliet gegaan. En ze hebben hun pensioenfonds meegenomen. Claim bekend, net een beetje de premise van Gold, die een paar dagen geleden. Het bedrijf gaat failliet en ze moeten iets nieuws doen. Dus hij gaat op zoek naar goud. Hij gaat op zoek naar goud in de vorm van een bankoverval, weet je. Het dus lijkt dit wel is een beetje Gold met oude mannen. Of niet? Er was geen bankoverval in Gold. Nee. En we gaan een bank overvallen. Maar wel goudoverval. Nee, het was geen liggen goud. Liggen er wel stukken massief goud in de bank? Nee, ze gaan overvallen. Nee. Wel gewoon biljetten. Alleen biljetten. Of munten. Kleinsaaf. Echt een kleinsaaf. Wisselsaaf. Wisselsaaf. Ja. Wisselsaaf. Een beetje wisselsaaf. Klein beetje. En Morgan Freeman. Ja, Morgan Freeman. Waarom zit hij in deze film? Omdat hij een oude man is. Die samen met Michael Caine en Alan Arkin. Ja. Die de oude mannen crew. De drie oude mannen crew. Die werken samen bij dat bedrijf. Worden samen ontslagen. Hebben samen geen pensioengeld meer. Dus in plaats van... Ze leven op een budget. Ja. Iets van weinig geld. En ze willen meer. Ze willen meer uit hun pensioen halen. Want ze moeten ook nog eens voor hun kinderen zorgen. Ja. En één iemand die had kanker. Oké. Okay. En daar moest hij ook aan geopereerd worden. Ze en dat kostte best wel wat saaf. Dus aan het begin is het een beetje flauwe grappen. Maar er zit dus wel allemaal wat drama in elk van hun leven. Zo te horen. Ze hebben allemaal wel wat geld nodig om dat allemaal te kunnen veroorloven. Maar heb je een beetje wat belangrijk is in zo'n film als dit, lijkt me? Zijn deze drie characters in de film zeg maar al lang vrienden met elkaar? Al zeg maar kennen ze elkaar heel lang? Precies. En is de chemistry voor je gevoel ook zo? Zeg maar, komt dat realistisch over? Het komt best wel realistisch over. Alleen de grappen die ze maken zijn niet echt grappig. Ja. Ook al, sorry, daar moet ik even op terugkomen. Maar dan gaat het publiek stuk om een of andere domme grap die wordt gemaakt. Of iemand die een rare character nadoet of zo. En dan hoor je later een best wel slimme grap en dan lachen de mensen niet. Nee, want ik zat er best wel in. Zeg maar, ik hoorde geen slimme grappen, maar ik zat er best wel in van joh, ik wil het best wel enjoyen. Maar dat lukte niet echt. Dus daarom focuste ik me meer op het verhaal van de film. En dat verhaal was nog best wel reliable. Gewoon wel solid? Ze hadden wel gewoon een goede begin, midden, einde, structuur en zo. Het verbaasde me nog wel hoe solid het was, maar het verbaasde me ook. Maar dat verwacht je ook wel met name als dit. Hè. Je kunnen die film in ieder geval wel carryen. Michael Caine, Morgan Freeman, Alan Arkin, dat zijn wel veteranen. Wat ik wel leuk vond, was dat ze een scène hadden waarin Morgan Freeman Jonko ging roken. Oké. Dus dat je schaf aan Morgan Freeman, die een bank gaat overvallen. Rookt hij die Jonko ook voordat hij die bank gaat overvallen? Dat weet ik niet, man. Dat zou goed kunnen. Don't do drugs, kid. Don't do drugs. Do it. No. Just alleen op feestjes. Ja. Yeah. Maar dat deden hun dus niet, want er ging een bank overvallen. En of het gaat lukken, dat is de vraag natuurlijk. Drie oude mannen die een bank overvallen. Waar kan dat nou misgaan? Maar dat klinkt op zich wel interessant. Hè? Je krijgt je dan richting de tweede helft van de film, of zeg maar het gedeelte waar de bankoverval plaatsvindt, wordt het dan een beetje zo'n western stijl? Wordt het wel een beetje echt zo'n soort thriller? Zit er wel een soort spanningsboog in? Nee, het is alleen maar een flauwe comedy. Oké. Dus zelfs het bankovervallen is niet serieus. Nee, het was, dus bankovervallen de bankoverval is niet serieus. Zelf was niet serieus. Dus het is eigenlijk een soort van belediging naar alle goede bankovervallen in films. Tot nu toe. En dus het is niet de hell or high water van oude mannen. Nee, dat zeker niet. Het is een flauwe comedy die met een goed verhaal. Het verhaal vind ik wel leuk. Ja, en acteerwerk is het dus ook wel gewoon... Het is goed, het zijn gewoon drie oude mannen en ze overtuigen me dat ze drie oude mannen zijn die niet veel geld hebben. En vrienden met elkaar zijn en zo. Okay. Dat komt goed over. Ja, overal heb je dus al een paar solid punten gemaakt, is er nog iets maar, anders wat je wat ik nog kwijt wil is, het is een comedy, zoals gewoonlijk, dat is altijd mijn kritiek op comedies. Het is een comedy, maar ik heb niet echt gelachen. Nee. De grappen waren echt zo shallow. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, het grootste gedeelte van de moderne comedies zijn niet echt meer effectief. Je hebt heel af en toe een paar die er wel bovenuit schieten die nog wel oké zijn, maar er komen zoveel slechte comedies uit. Ja, Bad Neighbors was inderdaad een goede, Bad Neighbors 2 vond ik ook nog wel lauw.
Ik heb zelfs nog wel gelachen om Fist Fight laatst. Die was nog wel oké, maar ja, dit is dan helaas niet eentje van de 21 Jump Street-achtige caliber of Hangover. Zeg maar, dat zijn een beetje de klassiekers van de afgelopen jaar. Maar ik denk dat het mainstream publiek het wel leuk vindt. Dat er, die de grappen wel leuk vinden. Want er was wel een groot gedeelte in jouw publiek die wel... Bijna iedereen. Lachte. Ja. Bijna iedereen. Dus het had niks te maken met jouw humor die dag. Nee, sowieso niet. Ik kan echt wel stuk gaan op bepaalde grappen, maar... Oké, ja, bammer man. Ja. Maar het is geregisseerd door JD. JD van Scrubs. Ja, I know. Weet je ook weer? Zach Braff? Zach Braff, Zach Braff. JD van Scrubs. Ja. Yeah. Maar, I don't know. Het is een vermakelijke film. Ja. Maar ik heb niet veel verwacht. Hij brengt niet diezelfde comedy chops uit Scrubs. Het is meer dat ik wel zo zat van, ha, dat is best wel grappig. Misschien dat... Misschien heel af en toe een sneaky glimlach zo, maar niet echt een, ha, hey. Niet een volle lach, maar toch wel... Voor naar de bioscoop gaan. Ja, en comedy. Inderdaad. Dus ik geef het een 5. Een 5. Je krijgt hem niet naar een voldoende. Nee. En is het voor mij nog waard om te gaan checken? Want je maakt me niet echt enthousiast. Dus, als je van drie oude mannen... Het einde is wel leuk. Ja, het is wel een onverwacht einde. Ah. Ook al vond ik het einde echt... Nee, niet oké. Maar je zou wel dat je het wel leuk vindt. Ja, het is was wel, creatief, maar het was een leuk verhaal. Wel. Maar er zaten nog te veel flaws in. Je kan te veel vragen stellen na afloop van, maar hoe zit het dan met dit? Daar hebben ze geen rekening mee gehouden, ja. Dus veel om maar het wel gewoon redelijk vermakelijk dus. Een 5 gewoon. Net niet voldoende, maar wel gewoon een solid 5. Nou ja, dan weet je, misschien als ik ergens een keertje 2 uurtjes vrij heb, weinig kans. Maar zou ik hem nog een kans kunnen geven, maar niet dat ik het zo druk heb omdat ik zo belangrijk ben dat ik niet ergens 2 uurtjes vrij heb. Maar ik kan mijn 2 uurtjes waarschijnlijk wel aan betere films besteden dan aan een 5'tjes. Ik doe niet aan 5'tjes. Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, het gaan nog wel een aantal trollen aankomen in de komende paar weken. Ja. We kunnen misschien nog Boss Baby checken. We kunnen misschien nog de Smurfen checken. Dan kunnen we pas echt losgaan over slechte films. En deze zijn de Smurfen slecht? I don't know. Ik heb best wel... Denk het. Ik weet niet. Het ziet er in ieder geval beter uit dan de live-action Smurfen. Ja. Ja, genoeg over Smurfen. Bedankt voor het kijken naar Going in Style. Going in Raw, mag ik bijna zeggen. Going in Raw. Thanks for kijken. Kijk de Going in Raw podcast op YouTube. Het zijn mijn friendo's. Het zijn wel grappige dudes. Of haar worstelen en zo. Going in Raw. Going in Raw. Het is denk ik beter vermaakt dan Going in Style. Ga naar onze Facebook, Twitter, YouTube. Je weet het nu. Like het. Subscribe. En comment. Later. Zie jullie volgende keer. Later. Bij Nerd Cultuur.